We gaan een website bouwen. We gaan daarvoor in Komodo een site definiëren of een nieuw project te definiëren. Dus zeg maar een nieuw project. En we gaan daarvoor naar de Dropbox. Daar staat ons map. En in de public map staat die en dan is de map uitlichten. En die noem ik maar even uitlichten het project. Project highlight, save. En die zit dan in die map, save. En vervolgens zien we hier dus ook de kleine afbeeldingjes zo staan. Daarna gaan we naar een nieuw bestand toe. Nieuw bestand, en het is een HTML5 bestand. En de titel is, zoals we in het voorbeeld hebben kunnen zien, ontdek de nachtwacht. Kan ook zonder kapitaal. En in de body hebben we dan een aantal elementen. De afbeelding en de kop zijn als het ware zo op de pagina gecentreerd. En om dat voor elkaar te spelen kan je daarvoor een div gaan maken. En die is bijvoorbeeld met een ID als wrapper of container. In dit geval container. En daarin vindt het allemaal plaats. En het eerste deel is dan in dit geval een kop, de nachtwacht. Dus we gaan hier een H1 plaatsen. Zo heeft dat nog in een header kunnen komen. Maar we houden het gewoon eventjes eenvoudig. In dit geval is het dus gelijk aan de nachtwacht. Vervolgens een paragraaf tag. En de tagline. Noem maar eventjes ID is tagline. En dat is dan gelijk aan het bekendste werk van Rembrandt van Rijn. Ik kopieer die tekst even. Zo. Vervolgens hebben we nog de afbeelding zelf. En die afbeelding zelf zit als het ware in een houder. Als je het nog eventjes goed kijkt, dan zie je hier als ik de pagina herlaat, eerst het grijze gedeelte en daarna komt het andere gedeelte daarin naar voren. Wat eventueel een kleiner deel kan zijn. En dat is eigenlijk een div die dus de gekleurde afbeelding bevat. En dat is dus als het ware een soort venster waardoor je heen kijkt. En waar het venster zit zelf dan in een een houder, zeg maar. Die ga ik dan ook maar zo noemen. Dus ik geef hier een div. ID is een houder. En binnen die houder zit dus de div. En die geeft dus een ID. En dat is dus het venster. Die is verkleind en daar kijken we als het ware doorheen en we zien een deel van de gekleurde afbeelding. Onder deze houder zit nog een onderdeel, het is een navigatiegedeelte waar de knoppen zitten. En dat zou met HTML5 goed kunnen dat je daar de nav tag voor gebruikt. En daar hoeven voorlopig geen onderdelen bij. Binnen die nav tag zit er dan een ongeordende lijst. Dus dat is dan een UL. En daarin zitten dan de verschillende linkjes. Dat zijn dan in dit geval list items. En die list items die kunnen dan bijvoorbeeld weer een link bevatten. En die heeft dan dus een href. En die gaat naar de pagina zelf. En dat geven we dan weer door met de hashtag weer. En dan hebben we daar zo'n linkje staan. En daar komen dan vervolgens de woorden tussen. Ik kopieer deze eventjes voor de volgende aflevering. Voor de volgende link. En de eerste link die gaat naar de nachtwacht zelf. Oh, yeah.
kapitaal kunnen zijn. De volgende link die gaat naar bijvoorbeeld Frans Benning Kok. Kijk of dat kan selecteren. Dat moet ik dan wel even Frans Benning Kok overschrijven. Weer een link. En die gaat naar Willem van Ruitenburg. Even kijken hoe dat yeah. Echt op zijn oud-Hollands, hè? En dan bijvoorbeeld nog een keer plakken met een meisje. Maar dit is niet zomaar een meisje, maar het is ook de mascotte eigenlijk van het schilderij. Je ziet ook dat hij dus heel erg licht wordt weergegeven. Dat is een heel belangrijk element. En vervolgens naar degene die het musket laat. Laden van het musket. En vervolgens ook nog even de tamboer. En zo heb je dus verschillende onderdelen waar naar gelinkt gaat worden. En als we dit eventjes gaan opslaan, dan hebben we al een groot deel van het bestand te pakken. File, opslaan als, en we slaan hem waarschijnlijk weer op als index.html. En we gaan kijken of we hem zo ook kunnen bekijken. Hier zie ik nog een spelfoutje staan. Nacht, wacht, een hoofdletter en we gaan eventjes kijken. En die wordt vervolgens altijd met dit gekeken en even hier op preview. En zo ziet de pagina er voorlopig uit. En natuurlijk moet er nog worden vormgegeven. En dan krijgen we natuurlijk een heel ander resultaat te zien. Dan moet het dus naar hier toe gaan. Goed. Dat gaan we dus in de volgende video doen.